je doel? Wat wil je bereiken deze Zuid-Zuidwest? Nou, ik ben hier eigenlijk om zoveel mogelijk te laten inspireren. Om leuke verhalen te horen. Goede ideeën tegen te komen. Mensen te ontmoeten. En gewoon een hele leuke tijd te hebben. Dit stuk moet volgens mij gaan lukken. Maar je bent er om nog een reden. Ja, ik ga donderdag een praatje houden. Samen met Nicky Smit van Monobanda. En we gaan het onder andere hebben over Diep. Installatie die hij afgelopen jaar gemaakt heeft met Owen Harris, een opdracht van Cinekit. En het praatje gaat ook over alternatieve interfaces in het algemeen. En op wat voor rare manieren je allemaal kan interacteren met computers. En hoe je daarbij een nieuwe betekenisvolle van interactie tot stand kan brengen. En waarom is dat voor jou belangrijk? Waarom is dat voor jou interessant? Het is onderzoek. Het gaat om technologie die eigenlijk nog helemaal niet bestaat. Het zijn vaak kunstenaars die dat doen. Of ontwikkelaars of ontwerpers. Die allerlei soorten technologieën aan elkaar koppelen. Dat moet even langs. En daarbij gewoon onderzoek doen naar wat dan de nieuwe mogelijkheden zijn. En dat is natuurlijk heel spannend. En waar zitten de nieuwe mogelijkheden? Wat voor dingen gaan jullie onderzoeken? Of welke dingen zitten er aan te komen die nu nog niet kunnen? Nou, wat heel spannend is om te zien is dat je eigenlijk merkt dat het lichaam gewoon steeds meer ingezet wordt. Dus niet alleen je wijsvinger en een muis. Maar dat je gewoon met je armen, met je benen, met je adem, met je hersenen. Dat je op allerlei verschillende manieren die computer kan gaan aansturen. Waardoor die interactie veel intuïtiever wordt. Waardoor je op een gegeven moment ook een heel ander soort relatie krijgt met dat digitale. Het onderscheid tussen wat digitaal is en wat jij bent, wordt kleiner. Je snapt niet zo goed meer wat het verhaal is of wat jij bent. Jij wordt onderdeel van dat verhaal. En dat is natuurlijk wel heel mooi om te onderzoeken. De technologie wordt steeds onzichtbaarder. Het wordt onduidelijker. De grens wordt vager tussen waar de technologie begint en waar jij eindigt. En dat is een onderwerp waar je gewoon heel veel experimenten op los kan laten. En wat ik wel een heel spannend onderzoek vind, om te kijken van wat komt daar dan uit. En we zullen ongetwijfeld erachter komen dat de helft van die dingen, ja, dat we daar uiteindelijk niks meer mee doen. Hè? Dat we dat gewoon zeggen van nou, dat was grappig, maar dat werkt dus niet. Maar dat geeft niet, want het is juist leuk om het een keer te proberen. En wanneer is deze Zuid-West voor jou geslaagd? Ik ga straks naar een praatje van Kevin Kelly. Heb ik wel zin in, om 5 uur. Ik ben wel benieuwd naar zijn verhaal. En ik hoop morgen nog eventjes leuk op de beurs rond te lopen en wat mooie dingen te zien. En ik hoop natuurlijk dat ik een goed praatje kan houden samen met Nicky. Dat we een staande ovatie krijgen en dat ik ook nog gewoon wat leuke feestjes meepak. Ja. Hey, een belangrijk ding is hier virtual reality. Overal lijkt het te zijn als we hier rondlopen. Je zegt ja. Ben je daar een beetje cynisch over? Nou, ik geloof wel dat virtual reality op een gegeven moment een volgende fase in moet gaan gaan. Want we zitten nu dat er heel veel mensen opduiken die er iets mee willen, commercieel gezien. Hè, McDonald's die op een gegeven moment zijn eigen Google Cardboards gaat implementeren. En het wordt op een gegeven moment minder bijzonder daarvan.